Welkom bij een nieuwe aflevering van Oog voor Delft. Wij staan hier in de Nieuwe Kerk in Delft. Waar gaan we het vandaag over hebben? We staan hier bij de ingang van de Koninklijke Grafkelders. Daar zitten we het praalgraf van Willem van Oranje. En we zien daar de nieuwe maquette van de Koninklijke Grafkelders. We hebben een gesprek met Steven Jongma, stadsarcheoloog van Delft. En wij willen graag weten wat die botten die ze gevonden hebben in die Koninklijke Grafkelders ons nou te vertellen hebben over het leven van onze voorouders. Daarna gaan we helemaal omhoog de toren in. En daar woont niet, maar hij speelt wel, de stadsbeiaardier van de Nieuwe Kerk. Loopt u met ons mee? We staan hier in de toren van de Nieuwe Kerk en ik praat hier met stadsbeiaardier Henk Groeneweg. Wat houdt het beroep van stadsbeiaardier precies in? Wat doe je dan en wanneer? En... Nou, ik speel 3 keer in de week, dus dinsdag, donderdag en zaterdag van ongeveer 11 uur, vanaf 11 uur, een bijaardconcert. Dan speel ik bij de trouwerijen. Op verzoek of soms standaard. Op zaterdag is dat standaard. En dan het automatisch spel, dat verzorg ik ook, de muzikale dingen. Oké. Okay. En zijn het altijd nieuwe melodieën speelt? Of verander je dat een paar keer per jaar? Of, wat ik speel, het repertoire bedoel je? Ja. Ja, ja, dat verandert nog wel altijd, okay. Ja. Oké, okay, regelmatig. En dan de automatisch spel, dat zit er, dat wordt 1 keer per half jaar veranderd. Okay. Ongeveer. En dat doe jij dus ook? Dat doe ik ook, ja. Ja, ja. En sinds wanneer ben je bijaardier? Sinds 1987. 87. En je bent nog niet met pensioen, begrijp ik. Bijaardiers hebben geen pensioen. En ik heb ook eens gehoord dat er bij de uitvaart van Bernard in december 2004... is deze ruimte ook nog ergens voor gebruikt, klopt dat? Ja, die zat Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die konden zo vanuit het raam op de markt kijken of er geen ongeregeldheden kwamen. Ja, 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 prima. Kan je even uitleggen hoe dit werkt, Henk? Ja, dit zou je kunnen zeggen, dit zijn de ondertoetsen van een piano, van een keyboard. En dit zijn de boventoetsen. Hier zijn de lichte klokjes. En hier heb je de zware. En dit is de uurslagklok. Dus je kan met je handen en je kan met je voeten kan je spelen. En hoeveel van die klokken hangen hier buiten? 48. 48. En hoe oud zijn die klokken ongeveer, weet je dat? Ja, er zijn er 18 van Hemoni. Dat is eigenlijk de Stradivarius van de bijaardgieters. Die zijn uit 1659. En dan de overige 24 of 28, die zijn van... IJswouds uit de jaren 50 en 60, okay. 1950 en 60. Hoe lang blijf jij dit werk nog doen? Want we hebben net natuurlijk een enorme tocht gemaakt van beneden naar... Hoe hoog zitten we nu? Weet je dat ongeveer? 80 meter. 80 meter hoog. Ja. Dat moet je ook maar kunnen blijven volgen, denk ik. Ja. Nou, het went, hè? Het went. Oké, okay. Dus je conditie is goed. Ja. Oké, okay. Mooi zo. Ja, ja. Wat heb je hiervoor gedaan dan? Conservatorium. Je hebt conservatorium, ja. En toen werd je stadsbeiaardier. Ja. Interessant. Vind je het leuk om te doen? Is het hartstikke leuk, ja. 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 Nou, ga je gang. Ja, dankjewel. Ja, veel plezier. We staan hier aan de toren van de Nieuwe Kerk. En hier is nog een speciaal verhaal van. Hier is namelijk een film van gemaakt. Dat is de film met vlag en wimpel. Ik praat hierover met degene die het idee had van die film. Dat is fotograaf Suzanne Liem. Kan je eens vertellen,
Wat houdt dat in die film? Waarom hebben jullie die willen maken? Ja, met een aantal Delftse filmers heb ik een film gemaakt over het ophangen van de vlag met Koningsdag. Dus elk jaar worden in alle torens van Nederland vlaggen opgehangen. En eigenlijk vraagt niemand zich af hoe die vlaggen nou daarboven komen. En ik kwam in aanraking met de mensen die dat doen. En deze mensen hebben we gevolgd in de torens, helemaal naar boven, in de oude en de nieuwe kerk. En ook tijdens hun werk. En het zijn de mensen van de groenvoorziening in Delft die dat doen. Dus dat was een hele leuke ontdekking, vond ik. En echt de moeite waard om dat te volgen. Want het systeem bovenin is heel speciaal. En het is niet zomaar dat je een vlaggetje ophangt. Nee, en om hoeveel vlaggenisten gaat het? Het gaat om 4 vlaggenisten per keer. Dus in de oude kerk 2, in de nieuwe kerk 2. Ze moeten elkaar ook kunnen helpen als er iets voorvalt, sowieso om de vlag op te hangen, maar ook als er een ongelukje gebeurt, moeten ze natuurlijk hulp kunnen inroepen. Ja. Dus altijd 2 nodig per kerk. En dat gaat dus over meerdere officiële feestdagen per jaar, neem ik aan. Ja, niet alleen Koningsdag. Wij hebben tijdens Koningsdag gefilmd, maar op elke vlagdag doen zij dit werk en gaan ze in alle vroegte al naar boven om voor ons die vlag op te hangen. Ik sta hier met Steven Jongma, stadsarcheoloog in Delft. Steven, wat zien wij hier? Ja, we staan hier bij het grafmonument van Willem van Oranje. En dat was de eerste Oranje Nassau die hier in Delft begraven is. Aha. Dus dat is de eerste? Ja. En er zijn heel veel werkzaamheden hier het afgelopen jaar verricht. Dus laten we dan even een stapje verder kijken. En wat mij dan eigenlijk meteen opvalt, is dat hier gaat het een trap op. Ja. Heeft dat nog een bepaalde reden waarom dat omhoog moet? Ja, je gaat hier een trappetje omhoog omdat hieronder ook een uitbreiding van de koninklijke grafkelder ligt. Willem van Oranje onder het grafmonument is maar een kleine kelder en het werd al snel te klein voor de rest van de familie. Mm-hmm. Dus dit is de eerste grote uitbreiding van de kelder. En in die tijd hadden ze nog niet de mogelijkheid om onder grondwater zo'n kelder goed te bouwen. Dus daarom steekt hij een klein stukje uit. Ah, sorry. Nou staan we hier op een eigenlijk nu al legendarische plek, zou je kunnen zeggen. Kan je aan de kijkers uitleggen wat er zo bijzonder aan deze plek is? Ja, als het goed is zie je er helemaal niks meer aan, want het is precies zoals voor de werkzaamheden. Maar waar we nu staan is bovenop de uitbreiding van de Koninklijke Grafkelder, de nieuwste, die onlangs klaar is gekomen. Okay. En deze is dus wel onder grondwater niveau gebouwd met helemaal nieuwe technieken. Okay. En daarvoor moest een hele grote bak worden gegraven. En ja, dan komen er toch ook archeologen om de hoek kijken. Ja, want hoe gaat zoiets in zijn werk? Bijvoorbeeld, jij bent stadsarcheoloog, krijg je dan een opdracht van de kerk of het koninklijk huis? Hoe begint het bijvoorbeeld? Het begint net als gewone bouwwerkzaamheden in de stad met een vergunningaanvraag. Van tevoren proberen wij in de hele stad te voorspellen waar archeologie in de bodem kan zitten. Uh-huh. En geven we ook aan hoe je daarmee om moet gaan. En in principe geldt het een beetje, als je de grond in gaat, moet je ook zorgen dat je daar archeologisch onderzoek uitvoert. Ja. Dus of je nou een zwembad in het buitengebied gaat bouwen of hier een kelder in de nieuwe kerk, ja, de regels zijn voor iedereen hetzelfde. Ja. Nou liggen hier allerlei botten van overleden mensen van eeuwen geleden, zeg maar. Ja. En dan gaan jullie natuurlijk onderzoeken wat er af te lezen valt uit die botten, neem ik aan. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Ja, heel veel. Daar hebben we niet genoeg tijd voor. Okay, maar we hebben tijdens het onderzoek hier vele honderden begravingen gevonden. Want vanaf 1385 wordt er al in de nieuwe kerk begraven. Dus eeuwenlang liggen hier Delftenaren begraven. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. Een heleboel mensen die op de markt hun visje halen op zaterdag, beseffen niet dat ze bovenop tientallen skeletten staan die daar nog onder de straatstenen begraven liggen. Nou, in de kerk werd ook begraven. En als wij die opgraving doen, dan verzamelen we eigenlijk alleen onze informatie. Als we klaar zijn met de opgraving, gaan we binnen de echte analyses doen. Dan gaan specialisten kijken naar die botten en proberen te ontdekken wat we daar allemaal aan kunnen leren. Okay. En kan je al iets zeggen over ontdekkingen hier of elders misschien? Wat je ziet in verschillende botstukken, wat zegt dat over hun levenswijze of kan je daar iets van aflezen? Ja, je kan een heleboel aan aflezen of mensen gezond hebben geleefd of niet. Of ze een bepaalde mate van welstand hebben gekend, dus waren ze rijk of arm. Ja. Dat veruit zich bijvoorbeeld aan heel veel slijtage aan botmateriaal. Je kan ook iets zeggen aan slijtage van kiezen of wat mensen hebben gegeten. We hebben monsters genomen uit de buikholte om ook iets te kunnen zeggen over wat mensen misschien als laatste maaltijd hebben gehad.
heleboel informatie hebben, hebben verzameld. En je kan hebben... zien wat ze als laatste maaltijd soms, hebben gehad, in de middeleeuwen of zo. Ja, of als, het, ja? als het goed bewaard is wel. Maar het wow. begint met het monster nemen ja, en dan ja. binnenkijken of het ook echt iets oplevert. Okay. Ja. En het leuke is dat wij natuurlijk niet alleen deze opgraving hebben gedaan. We hebben in de loop der jaren in Delft allemaal andere onderzoeken gedaan. Zoals bij het gasthuisterrein. Hm. En daar lagen juist de arme mensen. En buiten de kerk hebben we ook onderzoek gedaan, 10 jaar terug. En dat zijn weer, dat zit er een beetje tussenin, de gemiddelde burger. Dus dat geeft ons een mogelijkheid om al die skeletten te vergelijken en iets te zeggen over de ontwikkeling en de gezondheid en de levensstandaard van de Delftenaren. Wat een hoeveelheid informatie dan. Ja. Enorm, hè? Ja, het is ook een behoorlijke klus. En hoeveel graven of urnen zijn hier nu, weet je dat? Nu? Ja, wat jullie, of nee, dat jullie niet gedaan hebben, maar de bouwers hier. Nou, er is nu ruimte gecreëerd voor, een, voor meer dan 20 nieuwe bijzettingen. En ik begreep dat er inderdaad ook een urnenwand is gemaakt. Waar, ja, daar zouden dus ook nog urnen bijgezet kunnen worden. Ja, ik heb gehoord van 11 urnen en 24 graden. Het zou, dus ja. we kunnen weer eeuwen vooruit als het Koninklijk Huis tenminste nog eeuwen blijft bestaan. Ja. Dat weten we ook niet. Misschien komen hier straks presidenten te liggen. Dat zou nog kunnen. Ik zou het niet weten, ja. Maar dan gaat de archeologie niet over. We kijken terug. Ja. Ja, okay. Dit was weer Oog voor Delft en oog open houden.